Mijn naam is Tom van Veen. Ik ben de rector van het Amsterdams Lyceum. Het Amsterdams Lyceum is een zelfstandige school, een zogenaamde eenpitter. En alle ouders zijn ook lid van de vereniging het Amsterdams Lyceum. Ja, wij geven onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar wat dat wil zeggen is dat iedereen ongeacht afkomst of geloof hier van harte welkom is. En het een kernwaarde bij ons is dat we respectvol allemaal met elkaar omgaan en elkaars respect hebben voor elkaars mening. De school, ja, de school, dat zijn de mensen die er werken. Dus dat zijn de heel betrokken docenten, de vriendelijke, sociale, ontzettend leuke leerlingen. Maar niet alleen de mensen, het is ook een prachtig monumentaal pand waarin we zitten. En het is een kathedrale VWO-school, dus we geven VWO-onderwijs, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, ateneum of gymnasium. Ja, ik kan niet nalaten even te zeggen, we zijn ook het oudste lyceum van Nederland in die combinatie van ateneum en gymnasium. De keuze of je dan uiteindelijk ateneum of gymnasium wil gaan doen, die stellen we een jaar uit. Dat is een idee dat wij hebben, dat je beter eerst kunt wennen aan de middelbare school en kunt kijken, ja, wat je aan kan en wat je leuk vindt. En dan aan het eind van het jaar kun je wel overwogen kiezen en kunnen we je ook goed adviseren of je ateneum of gymnasium wil gaan doen. Maar we willen het je natuurlijk ook weer niet te makkelijk maken dat je niet iets aan het begin hoeft te kiezen. Maar het is mogelijk als je dat wil om ook een versterkte taalopleiding te doen op het Amsterdams Lyceum. Dat wil zeggen dat je vanaf de eerste klas tot en met de zesde klas fast lane English kunt doen. Extra Engels is dat, of een verdieping van het Engels. Trajecto Español, als je Spaans wil gaan doen vanaf de eerste klas. En Corso Italiano, als je Italiaans wil gaan doen vanaf de eerste klas. Maar begrijp me goed, dat is absoluut niet nodig. Hè? Want ateneum, gymnasium, VWO is al Champions League. Maar als je denkt, ik wil daar nog wel iets bij, dan bestaat die mogelijkheid. En dat doe je gewoon bij of naast je ateneum of gymnasiumopleiding. Nel Corso Italiano impari molto nella paesi. E anche il cibo è... Tante cose come le abitudini. L'aria? L'aria differenziata in Italia. In Italia, ok. Maar we zijn echt niet wat je noemt alleen maar een talenschool. Beta, dat hoort ook in deze tijd, is ontzettend belangrijk. Meer dan de helft van de leerlingen kiest in de bovenbouw ook een natuurprofiel. Ook als ze een versterkte taal doen, bij wijze van spreken. En het begint ook al in de eerste klas, want daar heb je basis natuurwetenschappen, een eigen vak wat we aanbieden om je meteen vertrouwd te maken met de natuurwetenschappelijke principes, om het zo maar te noemen. En je kunt ook in een breed scala aan vakken examen doen, dat is ver weg, maar toch. Natuurleven en technologie, informatica of zelfs voor de echte liefhebber, die nooit genoeg kan krijgen van wiskunde, bieden we ook nog wiskunde D. Dat is een wiskunde erbovenop aan waar je examen in kunt doen. Ik ben Julian van Brugge, ik ben 16 jaar oud en ik zit hier in de zesde klas van het gymnasium, dus in mijn laatste jaar. Ik ben de regent van het dagelijkse bestuur hier op school en dat is een groep van normaal gesproken rond de 10 leerlingen die gaat over het organiseren van veel buitenschoolse activiteiten. Denk aan schoolfeesten, maar ook aan de feestdagen en twee belangrijke dagen in het jaar, de sportinterliceale en dat is een sportdag met de vier oudste lycea van Nederland en de artistieke interliceale. Dat is een beetje hetzelfde idee. Maar dan op het gebied van creativiteit, dus denk aan theater en kunst. Op het Amsterdams Lyceum zijn er ontzettend veel buitenschoolse activiteiten. Ik heb er net al een aantal genoemd. Maar daarnaast zijn er ook heel veel clubjes op deze school. Denk aan de roeiclub, waarvan het heel speciaal is dat wij voor de deur kunnen roeien. De etchclub, de theaterklas, die echt voor publiek optreedt, heel professioneel. Een club die daarbij helpt, de theatertechniekclub. De schaakclub, dus ja, wat betreft clubs is er voor elk wat wils. Deze school biedt ook ontzettend veel buitenlandse reizen aan. Zoveel dat ik ze eigenlijk niet eens allemaal kan noemen. Maar de leukste vind ik toch de reis in de vierde klas, dat is de talenreis. De reis in de vijfde klas, de Rome-reis, voor de hele jaarlaag. Dus zowel voor gymnasium als ateneum. En daarnaast de uitwisselingsreis in de zesde klas. De dingen die mij altijd zullen bijblijven van het Amsterdams Lyceum zijn toch de gezellige docenten, de gezellige leerlingen, de veilige sfeer. En ja, het vrije gevoel dat ik hier heb. En daarnaast, als ik geslaagd ben, wat me ook natuurlijk zal bijblijven, is dat hopelijk dan mijn naam hier, zoals alle andere namen van een geslaagde, aan de muur hangt. Want dat is een prachtige reden om nog terug te keren en naar mijn naam op te zoeken ergens in de school. Nou, mijn naam is Alice Drosterij. En ik ben Ruud Winkel. En wij zijn de afdelingsleiders van klas 1 en 2. Ja. We nemen ieder ons leerjaar mee voor 2 jaar.
Ja, we volgen de leerlingen 2 jaar lang en dan worden ze weer overgedragen aan een volgende afdelingsleider. Als je op het Amsterdams komt, dan word je eerst geïnaugureerd met een heel moeilijk woord. En dat betekent dat je op dat moment pas echt de leerling wordt van het Amsterdams. Maar daarna is eigenlijk je mentor de allerbelangrijkste. En die zie je ook gelijk op die eerste dag. Ja, en je mentor die is echt belangrijk, want je hebt hier natuurlijk iets van 14 vakken, denk ik. Dus dat zijn een heleboel en je weet ook niet zo goed wat je moet doen dan misschien bij al die vakken. Maar je mentor, dat is je rots in de branding. Die kent jou echt het allerbeste. Die geeft jou een gewoon vak, hè, gymnastiek of Frans of iets anders. Maar die geeft jou ook mentorles. En wat eigenlijk het hele mooie is, is dat we wel hele specifieke mentorlessen hebben. En niet in die hele klas van 29 leerlingen, maar in een klas maar met de helft. Ja, en in die mentorles, daar leer je leren. Dus dan gaat je mentor je helpen hoe je nou een samenvatting maakt, hoe je woordjes moet leren, hoe je een mindmap maakt. En ga zo maar door. Alles wordt duidelijk in de mentorles. Naast dat wij mentoren hebben hier op school, hebben we ook een soort van mini-mentoren. Dat noemen we eigenlijk vertrouwensleerlingen. Dat zijn er 2 per klas en die komen uit klas 4 en 5, hè? Ja, klopt. En die zijn eigenlijk ook heel fijn als aanspreekpunt. Ja. En die vertrouwensleerlingen die zijn echt heel aardig. Die hebben er ook echt voor gekozen om dat te doen. En het is wel leuk om te zien dat veel kinderen eerder kiezen voor zo'n mini-mentor. Omdat het is toch een beetje een lage drempel om een vraag te stellen bij een mini-mentor. Het is toch een medeleerling. En het allerleukste natuurlijk van onze school is Wolkenland. Wolkenland is echt heel erg de moeite waard. Kinderen gaan er al na 2 weken heen volgens mij. Zeker, ja. Eerst even een paar lesjes volgen. Kijken van wat is eigenlijk een middelbare school. En dan gaat de eerste klas, want je gaat per klas naar Wolkenland. En niet met het hele leerjaar. En eigenlijk wat daar heel belangrijk is, is eigenlijk dat je elkaar heel goed leert kennen. Ja, zeker. Je leert daar je klas ontzettend goed kennen. Je bent daar 24 uur per dag samen, dus je moet alles samen doen. En nou ja, als je een week op Wolkenland hebt gezeten en daar met je mentor bent geweest en die andere docent, dan kom je terug en dan kom je met de bus weer aan en dan ben je helemaal gewend aan onze school. Dan ben je enthousiast en dan kan je het jaar zeker aan. Het huis staat midden in het bos. Geen buren, dus je kunt herrie maken, alhoewel je wel op tijd naar bed moet. Op een school kun je alleen maar goed gedijen en kan het alleen maar goed gaan met je als je je er ook fijn voelt. Dus de sfeer is ontzettend belangrijk. En ik zou zeggen op het Amsterdam systeem, heel belangrijk de veiligheid, dat je je vrij kunt voelen en veilig kunt voelen. Iedereen doet mee op school en iedereen doet ertoe op school. We zijn niet massaal, dat is ook natuurlijk omdat we die school alleen zijn. En de verbondenheid tussen de leerlingen en de verbondenheid van het bij het Amsterdams horen, die is heel bijzonder en die wordt gekoesterd. En om dat voor elkaar te krijgen, een goede sfeer op school, is het natuurlijk belangrijk dat je meer doet dan alleen maar lesgeven. En we hebben dan dus ook heel veel buitenschoolse activiteiten. En ja, ik zou zaken kunnen noemen als Wolkenland, de reizen die we maken, de Rome-reis voor Atheneum en gymnasium, de interliceales. Maar ook nog wel misschien in het bijzonder de clubs. Want daar is voor ieder wat wils. En dat maakt ook weer dat iedereen erbij kan horen. Want we hebben een netsclub, maar we hebben ook een roeivereniging. En we hebben ook Haltech, dus er zit voor iedereen wat tussen. Ja, en één club is ondertussen wel uitgegroeid tot een opleiding, moet ik eigenlijk zeggen. En ik wil het wel even noemen, de theaterklasse. En leren presenteren, leren jezelf te presenteren, leren toneelspelen en theater te maken is ontzettend belangrijk. Dat kun je naast school doen op het Amsterdams Lyceum. En ja, dat is een volwaardige en intensieve opleiding. Ja, we proberen een school te zijn en we zijn ook een school, ja, dat durf ik echt wel te zeggen, met veel mogelijkheid voor allerlei talenten. Dus je hebt toneel, je hebt Bertha, maar je hebt ook filosofie en je hebt informatica. Je hebt die versterkte talen, Atheneum, gymnasium. Maar bovenal is het daarbij ook een fijne en een gezellige school en een veilige leeromgeving. En je verlaat het Amsterdams Lyceum met meer dan alleen maar een diploma. Met een vorming en met een gevoel dat je volgens mij de rest van je leven bijdraagt.